Nou, we zijn nu de cd opnemen, hè? Aan het opnemen van de Deun en Dander. Ik moet elke keer mijn eigen technische kracht verstaan. Heel verwarrend in jullie geval natuurlijk. Echt wel. Ja, Henkies en Knolderhapen, ja. Het is niet van elkaar te scheiden meer tegenwoordig. Steeds moeilijker. Maar toch maar even terug naar begin november, want toen hadden we kort voor het kwekfestijn hadden we de Deun en Dender in Vught, gewonnen door de Knolderhapen. Ja. Ja, en niet voor het eerst? Nee, gelukkig niet, maar we hebben al heel veel gewonnen. En ja, het schijnt toch een beetje wrijving op te roepen. Ja, is dat zo? Heb je er iets van gemerkt? Jawel. Ja, wij doen ons best gewoon. En ja, de beste moet winnen, zeg ik altijd. En voor mij mag het een ander zijn. Als er een beter nummer is, prima. Ja. Maar het demotiveert anderen wel? Proef ik dat een beetje uit jouw woorden? Nou, het is niet hopen. Het is niet hopen. Ik zou het andersom draaien. Ik zou zeggen, nou, dan doen we volgend jaar nog meer ons best. En dan zien we dat we die knollen een keer verslaan. Ja, daar proef je zeker iets van. En, het is sowieso de kwaliteit van alle clubs liggen echt best wel dicht bij elkaar. En dan is maar net hoe dat opgepakt wordt door de jury natuurlijk, welke nummer 1 is. Het kan geen toeval zijn dat jullie zo vaak door de jury opgepikt worden als de groep met het winnende nummer. Ja, schijnbaar toch wel. Want ja, we hebben gewoon een leuk nummer. En of dan de discussies of wij het beste nummer hebben, dan laat ik dan even daar aan de zijkant staan. Maar ja, de jury vond het leukste en het mooiste nummer, denk ik, kwalitatief. Hoe is het voor de muzikale leider? Hoe trots ben je om zeg maar de muzikale leider van dit gezelschap te zijn? Ja, kei trots natuurlijk. Het is gewoon een geweldige club. En het is een eenheid. Voor de muzikantengroep is een lekkere muzikantengroep onder elkaar. En ja, volgens mij hebben we het dan lekker elkaar. Het resultaat is goed. De eerste keer was het niet helemaal zoals we wilden. Toch heb je het niet helemaal gelijk, hè? Ja, dat klopt. In de open stukken. Ja. Dus die vallen op, dus dat moesten we even anders doen. Maar dat hebben we aangepast. Ja, dat blijft. Dus het is elk jaar iets nieuws. Dus, en dat proberen we ook zo vol te houden. En dat valt bij jou zomaar spontaan in, doordat dat kost geen moeite. Je gaat zitten, je hebt de eerste regel en dan komt de rest vanzelf? Nou, het kost wel moeite natuurlijk. We hebben altijd de tekst wordt aangeleverd. En op die tekst ga ik zitten schrijven. Dus, en meestal lukt dat wel. Wat is het geheim van een nummer waar Tini Persson zijn naam onder staat? Ja, het is gevoelsmatig, komt van binnenuit. Je ziet in de tekst en dan krijg je gelijk een melodietje bij. En vanuit die melodie ga je verder schrijven. Arrangementje maken voor de vereniging. Nou, ik zit dus inmiddels al een jaar of 18 bij de Knollen. En ik weet dus precies hoe ik schrijven moet en hoe dat ik het moet gaan schrijven. Nou, dat is heerlijk natuurlijk als je dat van tevoren al weet. We schrijven gewoon elk jaar en de mensen bepalen of dat, en in dit geval in eerste instantie natuurlijk de jury. Of dat het nummer beter is dan vorig jaar, ja, dat weet ik niet. Maar het was wel weer de beste schijnbaar. Dan sta je een paar weken na de rand, sta je dan onder de naam de Henkies op het podium bij het kwekfestijn. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Nou ja, de Henkies is iets anders natuurlijk als de Knolderhapen. Want wat veel mensen schijnbaar niet weten, zeker in de Bos niet, dat dus ook van andere carnavalsverenigingen ook daarbij zitten. Het is niet alleen de Knolderhapen die de Henkies zijn. Maar de Piccolo zit erbij en afijn, noem maar op. Dus, ja, en dan zeggen ze altijd, ja, muziek uit Vught, waarom? We hebben voldoende in Den Bosch. En dat klopt dan schijnbaar ook wel. Maar de Knollen hebben met de Henkies verder niks te doen. In Den Bosch schrijf je niet? Je schrijft niet voor... Jawel, voor 2 of 3 verenigingen nog. Maar er maken alleen maar arrangementen voor. Die levert het hele nummer aan. En dan ga ik dus voor de vereniging zelf schrijven.